en welkom bij dit IS. Rea. Zeg het niet. Dit is de realiteit. We hebben vandaag weer twee voltallige kandidaten die zullen strijden voor de titel van. De realist. Maar voor we vandaag beginnen, zou ik graag een minuut stilte willen houden voor de slachtoffers die zijn gevallen een paar maanden geleden tijdens de aanslagen in Brussel. Dan gaan we door naar de eerste kandidaat, Chantal uit Zonhoven. Chantal, stel jezelf eens voor. Hallo allemaal, mijn naam is Chantal en in mijn vrije tijd speel ik tennis en doe ik ook aan vrijwilligerswerk. Toen de aanslagen waren hier in België, heb ik natuurlijk mijn profielfoto veranderd in de kleuren van de Belgische vlag. Zodat de hele wereld kon zien hoe begaan ik ermee was. Wauw, dames en heren. Wauw! Een explosief applaus voor Chantal. Dan gaan we zo door naar onze volgende kandidaat, Fatma. Stel jezelf eens voor, meid. Ja. Hallo iedereen, ik ben Fatma. Ik ben 23 jaar oud en ik kom uit As. Kaboom! Snap je hem? As. Ja, ik heb ook nog gestudeerd aan de Damascus University. Ik heb daar mijn doctoraat behaald, geneeskunde. En ik doe ook aan vrijwilligerswerk. Ik zit namelijk in een vrouwenbeweging waarbij ik vrouwen help. Welkom terug, dames en heren. Maak u geen zorgen. Technische onderbreking. U heeft niets belangrijks gemist. Dan gaan we nu door naar de eerste ronde. Welke aanslag was het ergste? Die in België of die 5 aanslagen in Turkije de week daarvoor? Fatma, jij mag als eerste je antwoord geven, want ik heb het gevoel dat dit wel jouw type vraag is. Goh, ik vind het eigenlijk heel moeilijk om daar een antwoord op te geven, want beide aanslagen hadden een enorme impact op ons, op iedereen, heel het land. En ja, het is vrijwel onmogelijk om daar een vergelijking tussen te maken. Chantal, heb jij een beter antwoord? Wel, ik denk dus dat die aanslagen hier in België, in Brussel, veel erger waren. Want heb je al zo de profielfoto gezien met de Turkse vlag? Ik denk het niet. Ik dacht het ook niet. En daarmee wint Chantal de eerste ronde van Dit is de Realiteit. En hiermee gaan we meteen door naar de tweede ronde. Het spel der quotes. Er zal een quote geprojecteerd worden op het scherm. En de kandidaten moeten om de beurten een letter toevoegen om zo het plaatje te vervolledigen. De quote werd ooit uitgesproken door Gandhi. Ik zeg de A van allochtoon. Ik zeg de V voor vrede. Ik zeg de T van terrorist. Ik zeg de L voor liefde. Ik zeg de R van radicaliserende moslima. Ik zeg de G voor gelijkheid. Ik zeg de I van indringer. Ik zeg de S voor solidariteit. Ik zeg de B van bruine. Ik zeg de Z voor zorgen voor elkaar. Ik zeg de N van niet welkom. Ik zeg de H voor haat is ook niet welkom. Ik zeg de P van poorten toe. Poorten toe. Poorten toe. Ik zeg verandering begint bij jezelf.